De werkzaamheden die de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, gisteren uitvoerde in Paramaribo Noord, zijn een uur eerder dan gepland afgerond. De 33.000 volt kabelverbinding, die vanuit de Arabiestraat de Geiersvliet over de Sluiskreek loopt, is een belangrijke voedingsader voor een groot gebied in Paramaribo Noord. De kabelverbinding is gisteren ondergronds gebracht en gekoppeld op het onderstation aan de Plutostraat. De kabel die in een betonnen bekisting over de Sluiskreek liep, vertoonde al geruime tijd zware verzakkingen. Deze kabels voeden grote gebieden van Paramaribo Noord en kunnen bij schade grote calamiteiten in de energievoorziening van dat gebied veroorzaken. Door de gunstige weersomstandigheid en weinig verkeer op de weg verliepen de werkzaamheden vlot. Rond 1 uur werd de 33.000 volt kabel vrijgegeven en kort daarna was de stroomvoorziening in de getroffen gebieden genormaliseerd.